Vindt de minister het moreel acceptabel dat jagers kinderen wijsmaken dat je een gezond dier helpt door het dood te schieten? Kent de minister het stuitende tijdschrift Wild, gericht op basisschoolkinderen, waarin de jagerslobby kinderen laat poseren met geweren en dode dieren? Wat voor door moet gaan voor de bucketlist? En op die bucketlist zelfs de drijfjacht promoot als onderdeel van echt een echte jachtdag. Voorzitter, de drijfjacht is deels verboden in Nederland. En bij deze zou ik een exemplaar willen overhandigen aan de minister van dit tijdschrift. Niet vechten daarom, want ik heb straks nog een voorbeeld, dus dan kunnen jullie dat delen. Voorzitter, deelt de minister de afschuw van dit soort propaganda? En wat gaat de minister doen om de jagerslobby hierop aan te spreken? En gaat de minister verzoeken dit walgelijke tijdschrift offline te halen? Volgende voorbeeld. Wat vindt de minister van het op kinderen gerichte website van de veevervoergigant De Heus? Waarin misleiding werkelijk van het beeldscherm spat. In de bijpassende krant, die ik ook graag laat zien, waarin kinderen wordt wijsgemaakt dat het normaal zou zijn om pasgeboren kalfjes direct bij hun moeder weg te halen. De koe niet als dier, maar als melkfabriek te zien. En kippen na 6 tot 8 weken vol proppen naar de slacht sturen. Het krantje suggereert zelfs dat dieren in de bio-industrie van hun boeren zouden houden. Het is te cynisch voor woorden. Erkent de minister dat dit met bedrijfsbelangen doordrenkte lesmateriaal geen recht doet aan de dagelijkse hel in de bio-industrie?